Ben. Jullie hebben vandaag weer de kerstmarkt van de Sint-Vituskerk. En jullie zijn geld aan het inzamelen voor de klok. In de oorlog is de kerkklok uit de toren gehaald door de bezetter. De grote kerkklok is uit de toren gehaald. Maar we hebben ook een kleine toren op de kerk staan. En daar hing een Angelusklok in. En die is ook door de Duitsers geconfiskeerd. En ja, we bestaan in het jaar 2020 200 jaar. En we zijn een inzamelingsactie aan het houden om die Angelusklok dus weer op de oude plek aan te brengen. Daar komt de klok te hangen, in het kleine torentje. We hebben twee jaar geleden van het bisdom Rotterdam een kerkklok gekregen, ook zo'n Angelusklok. Die mochten we ophalen, om niet. Dat was prachtig. Vervolgens zijn we met die klok naar Asten gegaan, naar een klokkengieterij, IJsbouw. Die heeft die klok gestraald en er bleek dat er een scheur in zat. Tot onze grote teleurstelling, helaas. Maar gelukkig, we hebben een deal kunnen sluiten met IJsbouw, dat hun die oude klok weer terug zouden gaan nemen. En wij voor een klein bedrag een nieuwe klok terug konden krijgen. En dat is dus deze klok. Gelukkig, daar zijn we heel erg blij mee. De klok ziet er nog voor u. Het is een kleinere klok. En die luidt 's middags om 12 uur, het Angelus. En dat was vroeger bestemd voor de mensen in het veld. Van mensen, het is middag, er is pauze. Je kunt stoppen met die werkzaamheden. In sommige plaatsen heb je ook wel een papklok, die luidt om 6 uur. Maar we hebben hier in deze stad de Angelusklok en die luidt dan straks weer om 12 uur. En de bedoeling is dat die in 2020 sowieso is aangebracht. Maar we proberen hem dit jaar, of sorry, in 2018, komend jaar aan te brengen. En dan allemaal met vrijwilligers. En de toonsoort van de kleine klok komt overeen met de toonsoort van de grote klok. Mag natuurlijk niet vals klinken, anders krijg je commentaar uit het dorp, hè? Ja, dat klinkt mooi. Gaat goed, hè? Ja. Daar wordt het dorp wel wakker van. Prachtig. Is nu luid klaar? Er moet nog een aansturingstoels aangebracht worden, zeg maar een soort mechaniek elektronisch om de klok te kunnen luiden. Daarvoor is de actie die zich nu plaatsvindt. Dus we hopen op een goede opbrengst. En u ziet wel van, nou, het is nu al hartstikke druk. Ja. We hebben heel veel vrijwilligers, daar zijn we super trots op. Maar afgelopen maandagmiddag was ik bij de bloemverstikdames in de schuur van Beukenveld, de boerderij van Beukenveld. Nou, er zaten iets van 25 dames, die waren dus kerststukjes aan het maken. En afgelopen woensdag was er nog weer een andere groep kerststukjes aan het maken. Gisteren was ik hier, toen werden de schilderijen opgehangen in het parochiecentrum voor een expositie. Die zijn dus ook te koop. Nou, daar waren allemaal vrijwilligers bezig om cadeautjes in te pakken. Nou, jong en oud zijn bezig, gewoon perfect. Daar zijn we super trots op.